Oké, jongens, dit is de, hoe heet het? Benny slash F1 wielen glitch. Wat je nodig hebt is een Arenawar. En dat is het eigenlijk. Het werkt alleen op Xbox en PlayStation. PC misschien ook, maar dan weet ik niet hoe. Ja, dan zal ik hem even laten zien hoe die moet. Eerst loop je naar de auto waar je de wielen of kleuren van wil. Of en. Het gaat allebei over. Ik vind deze bijvoorbeeld heel mooi. So, Dus doe ik hem in de what's workshop. up? What are we doing then? Dan verander je er iets aan. Ik doe meestal de crew emblem, want dat is Looking gratis. good. Kan je daarna ook weer gelijk afhalen. Dan ga je naar lights, neon kits, neon color en dan de crew color. Klik je één keer op je PlayStation knop of voor Xbox de Xbox knop in het spel, dan zie je dat het een beetje anders is dan eerst. Dan stap je uit. Dan ga je naar de auto waar je je zooi op wil. Ik wil hem op deze hebben. Heel simpel. Dan ga je gewoon naar buiten. Staat alles erop. En als je hem, je kan het niet mee terug naar binnen rijden. Maar als je hem wil opslaan, zeg maar, dan stap je gewoon uit. Dus verdwijnt hij. Zal ik even ook laten zien dat ik hem nog heb. Dan gaan we naar binnen. Moet je verladen. Ja, ook zie je hem al staan hoor. Kijk. Ik nog eentje doen. Want ik heb hier twee dezelfde, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Bij deze past het wel cool. Maar bij deze niet echt, vind ik. Dus dan gaan we de rechter aanpassen. Die. Met deze. Deze vind ik wel mooi. Trouwens, ik kom aan de meeste van deze auto's met al die vette kleuren en wielen kom ik aan met de vorige glitch. Dus kijk die dan ook even zeker. Die werkt ook als het goed is nog steeds. Dus dan kan je met mensen ruilen. Dat doe ik wel vaak. Dus we gaan weer de workshop in met de auto waar je de zooi van wil hebben. Verander je iets aan? Zo. Dan ga je naar lights. Lights. Dan de color van de neon. Dus ga je op crew. PlayStation. Dan is het, hoe heet het, dat menu linksboven, zeg maar weg. Stap je gewoon uit. Dan ga je naar de auto waar je het op wil hebben. Dan ga je gewoon simpel naar buiten. Ja, deze vind ik lijp. Dit vind ik vet. Ja, dit vind ik vet. Dan stap je gewoon weer uit. Dan verdwijnt hij en staat hij in je garage. Wij gaan er ook weer even naartoe natuurlijk. Kijk, daar staat hij. Doen we er nog één? Ik vond hem toch eigenlijk niet zo mooi. Dus pakken we weer een auto. Workshop. So, what's up? Ja, What die are ga we ik ook zo doing weer then? veranderen. Ik vond het toch niet heel erg mooi. Dus, dan, hoe heet het? Dan verander je iets aan de auto. Zo, ik weet dat ik ben een beetje scared de laatste tijd. Qua mijn geld. Zo, de color, crew color.
Rustig. Stapje uit. Ja, we gaan er nu lekker snel doorheen. Heel soms doet hij het niet, maar dan moet je gewoon het opnieuw proberen. En dan doet hij het meestal wel. Mag. Welke auto is het ook weer? Oh, het is die. Wacht, die wou ik volgens mij op deze hebben. Dan rij je hem dus gewoon naar buiten. Ja, dit vind ik wel mooi. Persoonlijk. Gaan we naar binnen. Zo. Dan gaan we nou ook nog eentje doen. Maar eerst laat ik even de auto zien. Kijk, hier staat hij. Ja, als het om glitches gaat, moet je altijd bewijs hebben, hè? Deze, die ik net ook had gedaan, wou ik aanpassen. Zo. Even als er stond. En als jullie willen ruilen, jongens, laat het gewoon achter in de reacties. Dan kijk wel of ik zin en tijd heb. Kan jullie misschien ook wel. Hoe heet het? Iemand kan ik wel. Hoe heet het? Om deze video. Waarschijnlijk gaat het niet eens iemand zijn, maar die kan ik wel een paar gratis auto's geven. Ofwel twee. Dan mag je gewoon kiezen welke. Dan laat ik ze ook wel allemaal zien. Dus ga je in modify. What's it going to be? What can I do? Trouwens, deze klusje blijft niet al te lang. Dus als ik jullie was, zou ik het. Ja, gewoon desnoods op al je auto's dieven. En dan, ja. Gewoon, ziet er cool uit. Hier zijn we terug, stappen we uit. De deur die glitcht soms dan een beetje met de luxe zoals je zag. Vind ik altijd wel grappig. Dan gaan we naar de auto waar je het op wil hebben. Dus dit heeft ook wel iets, maar ik denk dat het andere wel vetter is. Kijk, dit keer werkt hij dus niet. Dat is heel jammer. Dan rij je hem dus gewoon terug naar binnen. Eigenlijk wel fijn dat het even een keertje misgaat. Kan ik maar zien wat je dan moet doen. Dan gewoon terug naar binnen rijden. Terwijl je verliest de auto's niet die je ervoor gebruikt. Dus niet bang zijn van. Oeh, een super dure Benny's auto. Die verlies ik als ik dit doe. Blub, blub, blub. Je verliest het niet. Ik bedoel, die Porsche die ik net heb gemaakt. Die staat daar ook gewoon nog steeds. Dus ja. Even pakken we de Luxo. Misschien in het begin probeer het gewoon nog een keertje. So, what's up? What are we doing then? Dan ga je dus weer naar iets veranderen. Zo, zo. Lights. Neo Kids Color. Dan de crew. De PlayStation knobby. En dan een stapje uit. Dan klik je deur weer heel leuk. Kijk dan, what the fuck, ouwe. Die deur. What the fuck. Nou, dan rij je dus naar de auto waar je erop wil. Lalalala. Ja, je mag natuurlijk ook lopen. Je hoeft niet per se te rennen. Maar rennen is natuurlijk gewoon sneller. Dan rij je hem naar buiten. En kijk, nu heeft hij alles erop. Ja, dit vind ik vet. Iemand binnen, heerlijk. Dan gaan we naar binnen voor bewijs natuurlijk. Altijd bewijzen, bewijzen, bewijzen. Van u, bij mij werkt hij niet. Nou, bij mij werkt hij toch duidelijk wel. In principe zouden we iedereen moeten werken. Tenzij die is gepatcht. Laat ook zeker weten als die bij jou niet werkt, dan ga ik je proberen te helpen.
Zou ik die secondary color wit maken als dat kan? Eigenlijk zou dat normaal moeten, maar hij heeft het natuurlijk weet niet. Kijk wel even. Maar jongens, dit was hem dus. Veel plezier ermee. En laat ook zeker in reacties weten of ik misschien een bepaalde video moet maken of zo. Weet ik veel. Dus joejoe.